Het duurde dit jaar even, maar onlangs presenteerde Apple dan zijn nieuwe generatie iPhones. De iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini en 12 Pro Max. Maar de verschillen dit jaar zijn kleiner dan ooit, terwijl je voor het Pro-model met dezelfde hoeveelheid geheugen wel €200 meer betaalt. In deze review zoeken we uit in hoeverre een keuze voor het Pro-model nog meer waarde biedt. Wat direct opvalt aan de iPhone 12 en 12 Pro is het nieuwe design. Apple is teruggekeerd naar het vlakke ontwerp dat je wellicht nog kent van de iPhone 4 en 5 series en voor het laatst te vinden was bij de eerste generatie iPhone SE uit 2016. Dat maakt een minimalistische indruk en geeft de iPhone 12 toestellen een herkenbare uitstraling. De toestellen liggen daardoor wel net wat minder lekker in de hand, hoewel het brede frame veel grip geeft op de zijkant. Met al die vlakke kanten vraag je je misschien af hoe het zit met de stevigheid, maar daar heeft Apple iets op bedacht. De voorkant is gemaakt van Ceramic Shield, materiaal dat liefst 4 keer beter bestand zou zijn tegen vallen dan het glas van de iPhone 11 serie. We zeiden het al, de verschillen tussen iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn dit jaar een stuk kleiner. Dat komt vooral doordat de gewone iPhone 12 een stuk luxer is geworden. Daarmee is de vanafprijs van €909 wel met €100 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nog steeds betaal je voor een iPhone 12 Pro minstens €1159. Hoewel Apple dit jaar in de vorm van de iPhone 12 Mini een nog kleinere iPhone uitbrengt, zijn ook de iPhone 12 en 12 Pro al twee van de kleinste high-end toestellen die je kunt vinden. De iPhone 12 Pro met zijn glimmend afgewerkte stalen rand is een stukje zwaarder dan de iPhone 12 met zijn mat afgewerkte aluminiumrand, maar beide toestellen zijn behoorlijk licht. Vooral de iPhone 12, want die weegt maar 164 gram. In vergelijking met de concurrentie, die dit jaar alleen maar logger, dikker en zwaarder is geworden, voelt dat verfrissend. De iPhone 12 en 12 Pro hebben hetzelfde scherm. Een 6,06 inch OLED-paneel met 2532 bij 1170 pixels en HDR-ondersteuning. De iPhone 11 had nog een LCD-scherm. Door het veel hogere contrast ziet een OLED-scherm er zeker in het donker beduidend fraaier uit. De piekhelderheid is niet het allerhoogst, vooral bij de gewone iPhone 12, maar de kleurweergave van beide schermen is prima voor elkaar. Begin dit jaar gingen de geruchten dat het scherm van de iPhone 12 Pro een hogere refresh rate van 120 Hz zou krijgen, maar dat is niet gebeurd. Het scherm ververst net als dat van de iPhone 12 nog steeds op 60 Hz en dat is jammer, nu zelfs steeds meer mid-range Android smartphones een 120 Hz scherm hebben. De camera blijft een van de grootste verschilpunten tussen de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro. De iPhone 12 heeft een 12 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragrote camera, maar alleen de iPhone 12 Pro heeft ook nog een 12 megapixel telecamera, met 2 keer optische vergroting ten opzichte van het beeld van de hoofdcamera. Anno 2020 kun je met diverse concurrenten wel verder inzoomen. In het raampje tegenover de flitser heeft de iPhone 12 Pro dan nog een LiDAR scanner, waarmee het toestel een dieptekaart kan maken van de omgeving. Dat kan vooral voor toekomstige AR-toepassingen interessant zijn. De beeldkwaliteit van de camera's die erop zitten is bij beide toestellen nog steeds goed. De verbeterde Smart HDR-functie maakt de foto's er net even wat dynamischer uitzien dan bij de vorige generatie, doordat het toestel het contrast in afzonderlijke delen van de foto verhoogt. Doordat de nachtmodus nu op alle camera's werkt en niet alleen op de hoofdcamera, zoals bij de iPhone 11-serie, zijn de prestaties bij weinig licht beter. Daarbij zitten de iPhones net als voorgaande jaren erg mooie video's met nu voor het eerst ook de mogelijkheid om in Dolby Vision HDR te filmen. Opvallend bij de iPhone 12 en 12 Pro is dat je er geen lader meer bij krijgt. Dat zou zijn vanuit milieuoverwegingen, maar voelt voor dit bedrag wel wat gierig. Al helemaal omdat het USB-C kabeltje dat er nog wel bij zit, niet past op de meeste huidige adapters die je misschien nog hebt liggen. Hoewel vorige iPhones ook al draadloos konden laden, gaat dat met de 12-serie dubbel zo snel middels het nieuwe MagSafe-systeem. De lader wordt daarbij op zijn plek gehouden door een ring van 18 magneetjes. Beide toestellen hebben een 2815 mAh accu en dat is 8 tot 10% minder dan bij de iPhone 11 en 11 Pro van vorig jaar. Weinig verrassend blijkt de accuduur in onze tests dus een stukje korter. Al gaat de iPhone 12 wel weer langer mee bij video kijken dan de iPhone 11 door de overstap naar een OLED-scherm. Aan de andere kant, het duo gaat wel langer mee dan de iPhone XS en 10, mocht je van daaraf willen overstappen.
Bij de iPhones draai je uiteraard de laatste versie van iOS, iOS 14, dat dit jaar een grote update heeft gekregen met voor het eerst de mogelijkheid om widgets op je startscherm te zetten. Je kunt nog jarenlang updates verwachten, wat ten opzichte van Android-toestellen een pluspunt is. Aan de andere kant, dezelfde software draait dus ook op veel oudere iPhones, zelfs nog op de SE, die we in het begin van deze video lieten zien. Daarvoor hoef je dus niet te upgraden. Zowel de iPhone 12 als 12 Pro hebben dezelfde snelle hardware aan boord. Apple's nieuwste A14 SoC die gebakken is op het gloednieuwe 5 nanometer procedé. De iPhone 12 Pro heeft erbij 6 GB in plaats van 4 GB werkgeheugen zoals de iPhone 12 en in de meest luxe uitvoering ook meer opslag. Voor het eerst ondersteunen de nieuwe iPhones ook 5G op de frequenties die hier in Nederland worden gebruikt. De uitrol is hier pas dit jaar van start gegaan, maar het is goed dat de nieuwe toestellen alvast zijn voorbereid. Of je nu een iPhone 12 of een iPhone 12 Pro koopt, in beide gevallen krijg je er een snel en luxe toestel voor terug. Het design is ten opzichte van vorig jaar volledig vernieuwd, maar de hardwareverbeteringen zijn, zeker in geval van de iPhone 12 Pro, beperkt. Heb je nog een ouder iPhone en vind je het iOS-ecosysteem fijn, dan is dit wel een logische overstap. Tenzij je heel graag die luxere afwerking of die telecamera wil hebben, zouden wij het €200 prijsverschil in onze zak steken en voor de iPhone 12 gaan.